We worden wakker met een kleine campercrisis. Zo, we zijn in Frankrijk. Maar niet helemaal op de plek die we hadden gehoopt. Nou, dan is het toch wel heel uitnodigend om eerst even lekker te gaan sporten. En dan een warme lange douche te nemen. En wij kunnen Italië nog niet helemaal afsluiten. Dus we gaan nog even lekker onze Italiaanse favoriet maken. Goedemorgen. Goedemorgen. We worden wakker met een kleine campercrisis. Ja. Gisteren was ik zo slim om de tomatenpuree, tomatensaus die we nog over hadden, en door de gootsteen te gooien. En nu is de gootsteen verstopt. Ja, dus, voor het eerst. Ja, daar hebben we nooit last van gehad. Dat was niet heel slim. We hadden even geen plek om het weg te gooien. Dus, het water blijft nu staan hier. Het zit ergens in een heel klein buisje natuurlijk. We hebben de zwanen al gecontroleerd. Ja, daar zit het dus niet. Nee. Dus het zit in die kleine slang, ja. Dus we zijn even gestopt bij een bouwmarkt hier in Cuneo, waar we nog steeds zijn. En dan gaan we eens even kijken of we zo'n ontstopper kunnen krijgen. Zo'n plunger, zo'n zuignap. Ja, dat moet wel werken toch? Ja, want je kan niet met chemische ontstoppers werken in deze rubberen buis allemaal. Maar het buisje naar een afvaltank is niet heel groot natuurlijk. Zoals de meeste caravans en campers is dat gewoon niet een hele afvoerbuis. Nee, nou ja, je kan ook niet kokend heet water doorheen doen. Nou ja, we hebben wel warm water geprobeerd, maar het loopt gewoon niet weg. Dus nee. Eens even kijken of we iets anders kunnen vinden in deze bouwmarkt. En we zijn even gestopt bij de Obi. Ziet er wel groot uit. Ja, het is wel een redelijk grote bouwmarkt volgens mij. Hier in Nederland verkopen ze altijd wel van die dingen toch, bij de Praxis en zo. Volgens mij wel. Het lijkt wel zelfs een beetje op de, hoe heet die oranje ook? Die oranje, dat is toch de... Quantum. Oh, ik dacht even een andere. Hornbach? Hornbach. Ja, waar ligt zoiets? Schoonmaakmiddelen. Oh, hier, rechtsonder. Oh. Die is groot. Het zijn verschillende groottes, ja. Het is te klein, denk ik. Ja. Gemeten met mijn telefoon. Dit moet net kunnen. Ja, dit moet wel kunnen. Ja? Minimaal. Anders heb je deze. Nou, groter of beter misschien. Ja. Die wil ik niet. Die maar doen. Ja. Oké. Okay. Nou, hoop dat het werkt. Ik heb dit dus nog nooit gezien. Oh, die hele wasbak. Jeetje. Ik denk wel. Ja. 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 Oh, gadver, dit komt naar boven nu. God, zie daar hier wat ranzig. Wat heftig is zo'n wasbak. Oh. Oh. Dan wordt het toch beter op denken wat we er doorheen spoelen. Gadverdamme. Ik zit er helemaal onder. Nou, het is wel opgelost. Ja. Oké, okay, we hebben iets te vroeg gejuicht. Jeetje. Toch hoor je het wel, toch? Ja, er komt nog steeds shit uit. We hadden het even schoongemaakt, maar... Wat was dat? Dat was de kast. Oh. Oh, dat klinkt beter. Dat hoorden we net ook al. Nou, maar zoveel hadden we net nog niet doorheen gehad, nee. Toch? Nou, ik denk dat het nu al beter is. Nou, deze mag goed bewaren. Ja. Hopelijk hebben we onze les geleerd. Iets beter op letten. Ja. We hebben natuurlijk een route gepland. Gisteren hadden we het er al even over tot we nu naar Frankrijk rijden. En we zijn in Cuneo. Alleen is net de tunnel die wij zouden nemen afgesloten. De grensovergang is dat echt, toch? De grensovergang, ja. Want wij zijn in Cuneo en we zouden hier Frankrijk doorsteken via deze tunnel. Maar die is dus afgesloten nu op een of andere manier. Ja, en als we er bij langs moeten, ja, dan zie je die grijze weg wel. Dan moet je echt over de berg heen. Dus dat is geen optie, dat wordt veel te lang. Dus kunnen we nu alsnog... De kustroute doen. Helemaal terug, of helemaal terug, klein stukje terug. En dan langs Italië, langs de kustroute. Dus dan rijden we echt het laatste stukje Frankrijk in. Ja, hier in Frankrijk. En dan hebben we hier net voor Monaco een slaapplekje op het oog. Dus ja, dat wordt hem. 2:40 en hier is ook een dik ongeluk gebeurd, maar hopelijk is dat allemaal opgelost.
dat verandert onze route dus. Maar het is niet anders. Het zijn wel tolwegen. Ja. Dus er wordt vast geen goedkope laatste ritje door Italië. Maar die heb je in Frankrijk ook. We hebben inmiddels wel onze milieusticker geplakt. Want deze sticker die is verplicht in Frankrijk en sommige steden. Dus een milieusticker die je moet aanvragen. Die hebben we op laten sturen dus. Dus die, nou dat plakken was ook wel weer wazig. Die instructie was totaal niet duidelijk. In ieder geval, filmpje erbij en alles. En we dachten dat het snapte. Alleen het trok allemaal uit elkaar. Dus hopelijk hebben we hem niet vernield. Dus plakt hij nog goed. Hij plakt nog wel. Maar het was, ging niet helemaal zoals moest, denk ik. Hij zit erop, toch? Hij zit erop. Laten we daarop houden. En hopelijk krijgen we daar geen probleem mee. Nee. Ik had er wel gezien dat in Marseille en Lyon, dat zijn wel steden waar je dat nodig hebt. Dus we moeten ook op gaan letten. Want als het goed is, staan er dan borden. Want al die stickers hebben kleuren en nummers. We hebben twee waar je dan wel en niet mag komen. Moet je dan zien van oké, het is verboden voor die en die of toegang voor die en die. Ja, ik ben benieuwd of het een beetje op tijd aangegeven staat. Ja, want we hebben één keer in Brussel, volgens mij. Ja, met andere bussen. Ja, met onze T4 dat we doorheen reden. Toen hadden we een boete van 100 nogal euro. Ja. Beetje dom, maar... Ja, dan sta je voor een stoplicht en dan zie je zo'n bord en dan kun je niet meer keren. Nee, dat was wel heel lelijk, maar dat gaat ons hopelijk niet gebeuren in Frankrijk. Nee. Dus dan gaan we nu een heel stuk rijden. Ook weer een rijdag dus. We hebben een mooie route langs de kust. Ja. Zeker, maar we gaan niet heel ver in Frankrijk rijden en in Monaco gaan we waarschijnlijk ook niet vandaag nog helemaal in, want het zijn ook al later als vandaag als anders, het is alweer 11:30. We hadden even wat uitslaapproblemen, we sliepen door de wekker heen. Geen probleem, dat is niet erg natuurlijk, maar we zijn wel later als dat we gewend zijn. Ja. Nou, sowieso wel dik 3 uur rijden dan. Gaan we onderweg? Ja. Zo, even die vieze drap eruit. Nou is de ergste zooi wel uit, denk ik. Zo, het eerste wat eruit kwam was heel goor. Ja, dat was ook echt niet alleen van mijn tomatenprutje. Dat is gewoon een opstapeling van een jaar lang te veel etenspul van Abbas en weet ik er doorheen misschien. Ja, want als ik nu zo nadenk, liep die sowieso al minder gauw door. Oké. Okay. Telkens met water. Nou, ja, de ontstopper die houden we bij de hand en we denken er beter om. Ja. We zijn inmiddels weer bij de Italiaanse kust aangekomen. Heel stuk gereden al. Voor de tolweg. Nog steeds niet betaald, dus het wordt echt wel een hoge kost. Rekening. Ja, dat denk ik ook. En dat was ook een waardeloze weg. Ze waren met de weg bezig, wel een half uur lang of 20 minuten. Je vraagt je dan af, waar betaal je dan voor? Maar, we hadden eigenlijk niet echt een andere keuze nu. Nee. In Italië kun je gewoon zeggen, die wat wegen wat geen tolwegen zijn, dat zijn echt waardeloze wegen. Wij rijden daar ook niet echt lekker door. Nee, en we vermijden het wel, zodat we gewoon kiezen van oké, dit stukje doen we niet. Dat wisselen we gewoon af. Maar soms kom je op echt zulk slecht afstand terecht. Ja. Heel raar. Dat staat wel een prijs tegenover. Ja. Is niet anders. Schiet er wel lekker op. We zijn al heel eind naar de kust gereden dus. Anderhalf uur ongeveer. Ja, we zien hier heel weinig van. Dat gaan we ook niet zien denk ik. Ja, langs het rijden een beetje. Maar straks wel, ja. Plekjes langs de kust niet hebben we niet. We hebben ook niet echt een plekje per se, een dorpje of zo waar we willen stoppen. Maar misschien komen we nog wel tegen wat interessant is. Ja. Maar het is alweer 1 uur, dus we gaan eens even eten. Honger. Ja. En nu eten we niet vers brood noemen we. Het is gewoon houdbaar brood. Ja. Van de spaar ook weer prima te eten. Maar van brood van de bakker is dat lekker of van de Lidl? Ja, maar nu gaan we niet meer echt wandelen dagenlang. Nee. Die hadden we echt voor het wandelen gekocht en dat is super handig. Ja. Maar we gaan naar Frankrijk, dus dan gaan we lekker stokbrood kopen, hopelijk. Of croissantjes. Of croissantjes. Ook lekker. Echt wel zin in. Nou, het ziet er lekker gekleurd uit. Lekker roerijtje. Jij wil nog wat lekker wat salami erdoor. Ja. Dat hoef ik niet. Ik maak de vlog natuurlijk, dus Anne moet ze altijd even terugkijken. Dit ziet er toch ook heerlijk uit. Ik heb Anne van de week ook gebrand met de pan per ongeluk. Het wordt er niet mooier op. Het was helemaal zwart. Ja, gaat alweer weg. Ik voelde er niet eens wat van. Ja, toen wel even, maar jij zag het opeens. En onze broodjes zijn weer op. Gaan we nu echt de grens overrijden. Het is nog wel een stukje rijden. Ja. We hebben een klein stop in een dorpje uitgekozen in Frankrijk. Het is wel leuk om nog even wat te zien voordat we naar de slaapplek rijden. En het is in Menton. We moeten nu alles Frans proberen uit te spreken. Menton. Dat doe ik nog steeds heel erg fout, maar dat geeft niet. Maar dat is het eerste grotere stadje met een mooie haven. Volgens mij kunnen we daar wel een beetje komen. Want ja, het is wel weer langs rotsen en klif en de kust is niet allemaal makkelijk te bereiken. Maar... We hebben gewoon even een goed parkeerplekje gevonden. Ja, als het goed is moet het komen. Dan gaan we daar wel even een kleine blik werpen in de stad. Als het goed is rijden we ook zo de grens over toch hier? Ja, dat moet ook geen probleem zijn. Het is gewoon een kleine opstopping op de weg, maar het is niet zo heel ver rijden meer. Nee. We'll be right back.
Zo, zijn in Frankrijk. Maar niet helemaal op de plek die we hadden gehoopt. Nee, komt eigenlijk een beetje door de weer. Ja, het regent. En behoorlijk ook onderweg. Dus we zijn sowieso al niet naar die stad gegaan. Want het hoogste gewoon onderweg. En het zicht is bijna niks. Dus we hadden echt geen zin in. En ook een beetje omdat er zo lang een file stond. Ja. We wisten niet waardoor het kwam, maar het kwam door de tol. Het was gewoon chaos bij de tol. Ja, het was echt een file van 20, 25 minuten. En uiteindelijk kwamen we erachter dat wij ook gewoon in die scanpoort konden. Met de visa-codes en zo. Ja, dat je gewoon contactloos kon betalen. Want dat hadden we nog nooit gedaan. Normaal betalen we gewoon met zo'n pinautomaat, mensje. Ja, nee, maar ons pinpas stond er niet bij, maar het kon wel. Ja, inderdaad. Je kon gewoon contactloos betalen met je Rabobankkaart. Dus. Ja. Maar ja. Het duurde allemaal wat langer. Ja, het duurde behoorlijk lang. Het is al 4 uur, dus we zijn er al klaar mee, eerlijk gezegd. Lange dag. En het vorige, we hadden eigenlijk een ander plekje in gedachten, maar het was best wel een steile helling en veel haarspelbocht hadden we gelezen. Ja. Dus dat is met dit weer ook gewoon niet echt iets voor ons. Nee, willen we niet komen, nee. Natte wegen. Dus we hebben nu een hele ander mooi plekje gevonden, voor mijn gevoel. Ik zou zeggen dat het geen mooie plek is, maar het is gewoon langs de snelweg. Maar het voelt alsof je in het bos staat. Ja, het voelt echt, het is een hele mooie plek. Laat het zo wel even zien als het droog is. Ja. Maar het is een hele fijne plek. Dus we staan nu iets verder dan wat we hadden gehoopt. Ergens boven Monaco. Boven Monaco is alleen aan de kust. Bij een snelwegplek. Dus het is wel heel dichtbij. Maar... Bewaren we het gewoon voor morgen, toch? Ja, inderdaad. We hadden het stadje wel even gezien onderweg. Maar het is nu zo slecht weer dat we moesten ook weer helemaal naar beneden naar de kust. Dus dat is niks waard. Nee. Ah, de regen valt nu. Nou ja, mee. Het regent wel aardig. We staan onder een boom. Ja, we staan hier lekker onder de bomen. Het is een best mooie plek. We waren even aan het zoeken, want daar is de truckerstop. En we moesten echt even best wel een slingerweg om hier te komen. Daar is het tankstation, daarachter is de snelweg. Hier lopen we, of hier, ja, we staan hier helemaal alleen, joh. Tussen de bomen. Hier allemaal verschillende niveaus van zo'n parkeerplekje, daar nog eentje. Hier is een wc naast de deur. En we hadden zelfs iets gezien over een douche, maar of dat hier nou is, dat weten we niet. Vrachtwagens die hebben sowieso een douche, dus het wordt nat. Ja, maar die zijn soms ook best wel prima en schoon. Ja. Ik weet niet of je dat gewoon mag gebruiken. Meestal mag je die wel gewoon gebruiken. Ik weet niet of het gratis is of een muntje of zo, maar dat kunnen we altijd even kijken. Ja. Dus hier staan we prima voor vandaag. Ik denk het ook wel. Gaan we morgen naar Monaco in ieder geval. Ja. En we hebben dus ook, ja, volgens mij wel... 30 euro? 30 euro betaald, maar ik zat kilometers. Volgens mij was het meer dan 200 kilometer of zo. 30 ja, euro dat is heel betaald. Lang. Ja. Dus er komt klopt de rekensom van de week voor 15 euro voor 100 euro klopt dan ook wel weer. Maar... Nee. 1500 euro van 100 kilometer. Ja, dat zegt een keer 15 euro 100 kilometer. Dat was nu 30 euro, maar bijna 200. Ja, vind toch best een beetje hetzelfde dan. Ja, maar ik vind wel een hoop geld. Als je wel zo'n heel land door cruist, jeetje. Dat geld. En we kunnen ook niet echt zeggen dat we een goede weg hebben gehad. Nee, onweer. Nee, dat klopt. Waardeloze weg. Ja. Veel wegwerkzaamheden, maar ja. Ik vond wel. Dat we best wel 30% korting konden krijgen. Vraag dan af of die mensen het zelf ook allemaal zo moeten betalen. En die lokale mensen. Ja, ik denk het wel. Geen idee. Nou, we hebben in ieder geval wel geleerd dat je in Italië gewoon bij de poortjes kan betalen waar je eigenlijk doorheen reist. Normaal. Ja. Blijkbaar. Ja. We zijn uit Italië, we zijn in Frankrijk. Dus hier heb je ook tol, ongetwijfeld. Poortjes. Ja, die verhalen, ja, dat hebben we wel eens gehoord, toch? Dat het ook duur was geworden. Duurder was geworden, ja. Dus maar we rijden niet zo heel lang door Frankrijk. Dus dat zal allemaal wel meevallen. En nou ga ik eens even kijken. Of ik ook douches kan vinden. Jullie begrijpen natuurlijk wel, als er gratis warme douches, dat ik die niet oversla. En dit is ook wel een grappig busje. Foodtruck. Hij is nu alleen niet open helaas. Het staat hier toch echt op het bordje dat het hier moet zijn. Dit moet hem toch echt zijn. Er staat hier muziek aan, maar volgens mij moet je hem inruilen voor een sleutel dat je hem op kan halen. Nou, dan is het toch wel heel uitnodigend om eerst even lekker te gaan sporten. En dan een warme lange douche te nemen. Sla ik niet over. Want dit is dan misschien wel niet de meest charmante plek om te gaan hardlopen langs de snelweg. Maar op zich kun je hier best wel een mooi rondje tussen de bomen doorrennen. En dan gewoon 10 keer hetzelfde rondje. Het blijft toch wel erg lastig zo op reis om een goed rondje uit te kunnen zoeken van 5 kilometer. Sowieso denk ik dat ik heel gauw de weg kwijtraak. En ik vind het ook niet erg om gewoon vaker hetzelfde rondje te rennen. En wij kunnen Italië nog niet helemaal afsluiten, dus we gaan nog even lekker onze Italiaanse favoriet maken. Niet de laatste keer. Nee. Ik denk nog wel 3 keer hierna. Ik denk het ook. We hebben goede voorraad aangelegd. Pasta carbonara is toch wel ons favoriet. Ja. Morgen gaan we lekker Monaco bekijken. Ik ben echt heel benieuwd. Met beter weer als het goed is. Ja, dan schijnt de zon wel weer wat meer. Ja. Het is nu ook alweer een stuk beter, maar dat wordt een mooie dag. Ik denk dat het echt een super mooie plek is. Luxe. Luxe.
zien we jullie dan. Bedankt voor het kijken. Doei doei. Doei, doei.